Ik ben Fiona Smits, IC-verpleegkundige bij het Hagen Ziekenhuis. Ik woon samen met mijn man en 4 rode katten en pak zoveel mogelijk de fiets naar mijn werk. Ik vind het belangrijk om elke dag opnieuw topzorg te leveren. De combinatie en afwisseling van technisch handelen en de begeleiding van de patiënt en familie spreekt mij erg aan. Iedere dag is anders. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren tot intensive care practitioner voor verschillende vakgebieden zoals beademing, circulatie, neurologie en niervervangende therapie. Daarnaast volg en geef ik trainingen zoals reanimatietraining, CRM-training, bedside teaching en ik ga naar diverse congressen. Ook zijn wij sinds 2019 bevoegd en bekwaam om ECMO-patiënten te verzorgen. Een extra uitdaging voor diegenen die zich daarin willen specialiseren. Het Haga Ziekenhuis is een prachtige werkgever en vervult als ziekenhuis een regiofunctie, waardoor er vaak patiënten met een complexere zorgvraag worden opgenomen. Je komt hiervan alles tegen en dat maakt het werk extra bijzonder. Op de IC werk ik vooral samen met het team van verpleegkundigen, artsassistenten en intensivisten. De sfeer vind ik geweldig. Het verpleegkundig team is gedreven om onze patiënten de beste zorg te geven. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat je in moeilijke situaties bij een doodzieke patiënt echt waardevol kunt zijn voor de patiënt en familie. Sommige dingen in het leven kun je maar één keer goed doen en daar ben jij een onderdeel van op dat moment. Dat maakt ons werk uniek en ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen.